De gezondheid van de dieren goed in de gaten wordt gehouden. Er wordt bijvoorbeeld in de bek van de dieren gekeken, waarbij onder andere de tanden worden gecontroleerd. Als jullie goed kijken, zien jullie dat de zeeleeuwen vrij donkere tanden hebben. Om ervoor te zorgen dat deze goed beschermd blijven, groeit er een beschermlaag over de tanden heen. Deze beschermlaag heeft een vrij donkere kleur, waardoor het dus lijkt alsof zeeleeuwen zwarte tanden hebben. Als zij een tand verliezen, komt er geen nieuwe voor in de plaats. Ook kunnen de dieren plat op hun buik liggen, zodat de huid goed bekeken kan worden. Door de dieren op hun rug te vragen, kan juist de onderkant van de dieren bekeken worden. Dit vergt natuurlijk een hoop vertrouwen van de dieren, gezien op je rug liggen vrij spannend is. Net als bijvoorbeeld bij honden, geef je je buik niet graag bloot. Tevens worden de dieren ook getraind om in een transportkist te gaan. Wanneer het dier bijvoorbeeld een bezoek moet brengen aan een dierenarts, dan moet dit worden gedaan in een transportkist. Door ze elke dag mee te nemen de kist in, raken ze hieraan gewend. Zeeleeuwen drinken geen water, maar halen het vocht wat ze nodig hebben uit de vis. Bij oudere dieren komt het dan soms wel eens voor dat ze net iets meer vocht kunnen gebruiken dan dat ze uit de vis halen. Gelatine helpt hierbij om ze net dat beetje extra vocht te geven. Tot slot worden de zeeleeuwen wekelijks gewogen. Dit gebeurt op een grote houten weegplaat. De dieren worden op deze weegplaat gevraagd en vervolgens kunnen de verzorgers het gewicht aflezen. Door dit wekelijks te doen, kan er goed worden gekeken of de dieren het gewenste gewicht hebben en er tijdig worden ingespeeld op de juiste voedselhoeveelheid. Pasgeboren zeeleeuwen noemen we pups. Bij de geboorte weegt zo'n pup gemiddeld tussen de 7,5 en 10 kilo. Een volwassen vrouwtje is meestal tussen de 80 en 100 kilo. De mannetjes zijn het allerzwaarst. Gemiddeld wegen zij tussen de 200 en 380 kilo. Dit is afhankelijk van het seizoen. In de winter zijn de mannetjes het zwaarst, omdat ze een dikke vetlaag nodig hebben om zich warm te houden. In de aanloop naar de zomer toe verliezen ze die vetlaag, omdat die simpelweg niet meer nodig is. Zeeleeuwen zijn van nature echte jagers. Ze zijn uitgerust met een stel krachtige voor- en achtervinnen, waarbij vooral die voorvinnen opvallen. Deze zijn namelijk relatief groot in verhouding met de rest van het lichaam, maar ze kunnen hierdoor vrij moeiteloos lopen, rennen en zelfs klimmen. Ondanks dat zeeleeuwen best behendig zijn op het land, zijn ze pas echt in hun element in het water. Mede door die krachtige voor- en achtervinnen kunnen ze wel een snelheid bereiken van zo'n 35 tot 40 km per uur, die ze goed kunnen gebruiken wanneer ze op jacht zijn naar vissen, octopussen of inktvis. Die snelheid hebben ze niet alleen te danken aan de voor- en achtervinnen. Het hele lichaam van de zeeleeuw is gebouwd op snelheid. Ze hebben een torpedovormig lichaam, waarbij de kop vrij puntig gevormd is. Dit maakt ze niet alleen snel, maar ook erg wendbaar in het water. Zelfs de oren aan de zijkant van hun kop zijn gevormd voor snelheid. Gezien deze naar achteren staan, kunnen jullie de oren ook zien zitten? De borst en de buik zijn wat breder van vorm, omdat hier voornamelijk de vetlaag zit. Die vetlaag houdt ze warm in het koude water als ze diep moeten duiken.
De Californische zeeleeuw kan namelijk wel tot 270 meter diep duiken. Wanneer ze duiken, verlagen ze hun hartslag. Ze vertrouwen veel op hun gevoelige snorharen, waarvan ze er zo rond de 70 van hebben. Deze snorharen zijn erg gevoelig. Zij pikken namelijk met gemak de kleinste trillingen op in het water. Erg handig wanneer je in donker of troebel water op jacht bent naar vis. Of als je zelf moet ontkomen aan een roofdier, zoals bijvoorbeeld een haai of een orka. De haai en de orka zijn de twee natuurlijke vijanden van de zeeleeuw, maar niet de grootste. De grootste vijand en bedreiging van de zeeleeuw is iets wat voor veel zeebewoners problemen geeft, namelijk afval en met name visnetten. Omdat er te veel vis wordt gevangen, zit de oceaan vol met visnetten waar dieren, zoals zeeleeuwen, vervolgens inzwemmen met als gevolg dat ze verstrikt raken en zelfs kunnen verdrinken. Gelukkig kunnen wij als mens met z'n allen dit voorkomen door minder vaak vis te eten. Omdat wij minder vaak vis eten, zal de vraag naar vis in de winkel ook afnemen, met als gevolg minder visnetten in de zee. Dit zorgt ervoor dat dieren zoals zeeleeuwen en vele andere dieren hier minder last van hebben. En mocht je nou echt trek hebben in een stukje vis, kijk dan of die het juiste keurmerk heeft. Want alleen samen houden wij de zee schoon voor de toekomst van morgen. Dat zeeleeuwen goed aangepast zijn aan zowel het land als in het water weten we niet. Maar waar slapen zeeleeuwen nou eigenlijk? Doen ze dat in het water?